Op 15 augustus komen we hier in Almere bij elkaar om het einde van de oorlog ook in Indonesië te herdenken. Ik vind het woord herdenken altijd wel heel erg moeilijk, maar dit is toch een moment waarin we stilstaan bij ons verleden. Mijn moeder heeft een dagboek geschreven over de jaren, de Tweede Wereldoorlog. En mijn vader is als soldaat in voormalig Nederlands-Indië een paar jaar geweest. Dus ja, dit roept bij mij wel heel veel op, ja. Zij stonden voor onze vrijheid. En zij hebben hun leven voor onze vrijheid gegeven. Het is belangrijk om bij een moment als deze stil te staan, omdat voor een belangrijk deel van onze bevolking dit ook een vergeten moment is. Niet iedereen realiseert zich dat 15 augustus het daadwerkelijke einde van de oorlog was, ook in Nederlands-Indië. Ik denk als je vorm wil geven, is dat je al moet beginnen om je geschiedenis compleet te maken. Dan hoort dat net zoiets bij als 4 en 5 mei. Ik ben inmiddels natuurlijk zo Nederlands als ik weet niet wat, maar mijn kleurtje zegt niet dat ik hier in Friesland geboren ben. Het is niet zomaar voorbij. Het is natuurlijk wel heel lang geleden, 75 jaar. Maar ook mijn leven is gevormd door wat mijn ouders hebben meegemaakt. En je merkt dat het nog steeds een impact heeft. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om te herdenken wat er is gebeurd en de impact die het nog steeds heeft op mensen. Ja, het lijkt er een beetje op dat de nieuwe generaties mentaal wat meer ruimte daarvoor hebben. Dus het kan nu ook wat beter. En door de verhalen te vertellen laten we zien wat er dan gebeurt en dat je ervoor moet inspannen om dat te voorkomen. En dat geldt voor elke generatie, dus ook voor de huidige generatie. Ja, omdat jongeren gewoon sowieso moeten weten wat er in hun eigen land gebeurt, waar de mensen vandaan komen. Het is gewoon een stukje interesse naar elkaar. Het zou heel mooi zijn. Maar volgens mij is de rode draad, of eigenlijk de belangrijkste les die je hieruit kan leren, is dat oorlog iets is wat we gewoon ten alle tijden moeten proberen te voorkomen. Maar laten we ook vooral de vrijheid vieren die we hier hebben en laten we die nooit, maar dan ook echt nooit, als vanzelfsprekend zien. Want het is niet zo. Het is belangrijk om op momenten als deze mij te laten zien als commissaris van de Koning, omdat ik het belangrijk vind dat deze verhalen die te weinig worden verteld, ook worden verteld.